Hey, hallo en leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe vlog hier op It's Ultrex. Ik ben vlakbij mijn eigen in de buurt, maar ik vind het altijd wel een hele mooie locatie. Ik heb al een paar keer opgenomen hier ook. En het is gewoon echt een goud locatie. Ik vind het hier echt ontzettend mooi. We zijn er in Spijkenisse in Waterland. Daar woon ik ook in Waterland. Ik zeg niet welke straat. Maar sommigen weten dat wel. En we lopen bij het grote gat. Dat is vlakbij de oude Elisabethhoeve. Wat dus momenteel, of sinds een hele tijd, Endpoint heet. Nou, mijn telefoon die gaat alweer af. Ik kan gewoon niet gemist worden. Ik heb helemaal geen hoogmoed hoor. Nou, valt reuze mee. Maar ik wou even weer even een vlog opnemen. Zo weer een tijdje geleden, een week geleden. Dat ik een vlog heb opgenomen. En het begint nou eindelijk weer een beetje lekker weer te worden. Het valt vandaag een beetje tegen. We hebben gisteren een enorme hagelbui gehad. Gisternacht. En momenteel is het weer even weer ietsie minder geworden. Maar gisteren en eergisteren was het prachtig weer. Van een of andere randebiel kaart staat te gillen hier ook. Ik weet niet wat die heb, maar het zal allemaal wel goed zijn. Ik hoop dat het weer zo een beetje lekker blijft. Want dan kunnen jullie uiteraard natuurlijk weer nieuwe vlogs verwachten van mij op mijn kanaal. Met leuke stukjes, leuke plekken waar ik naartoe wil gaan. Ik heb nog één plek. Dat heb ik nog nooit gevlogd. Daar wil ik ook nog wel een keer gaan vloggen. Wel aan de ene kant, niet aan de andere kant. Ik ga niet te veel verklappen nou, want anders dan weten jullie daar de locatie, dat ga ik niet vertellen. En daar wil ik dus gaan vloggen nog een keertje. En ga ik binnenkort even doen. Ik ga natuurlijk vrijdag over een week ga ik naar Slagharen toe. Daar zullen jullie ook vlog zien. Vrijdag, de eerste dag, zou als het goed is Michael zou komen. Dus dan neem ik de eerste vlog die ik opneem in Slagharen. Zal met Michael zijn, met Michael Kleinhout. Ik hoop dat hij zijn eigen aan zijn woord houdt. Hij heeft af en toe nog wel eens druk. Maar dat gaat wel goed komen. In ieder geval. Waar ik eventjes een vlog voor wil opnemen. Dat is voor aanstaande zaterdag. Aanstaande zaterdag ga ik om 12 uur. Tussen 12 en half 1 wil ik gaan starten. Of eigenlijk van 12 tot half 1 kunnen de mensen die meedoen op de livestream komen. Half 1 wil ik echt gaan beginnen. En dan gaan we een car meeting houden in GTA 5. Wat is een car meeting? Nou, dat is hetzelfde als dat een stelletje van die jonge lui ergens op een parkeergarage een auto aan iedereen loopt te showen. Dat gaan wij dus ook doen. Maar dat gaan wij dus in GTA doen. Hartstikke leuk, hartstikke gaaf. Wil ik dus gaan doen. Om 12 uur gaat de livestream aan. En om half 1 gaan we beginnen. En kan er niemand meer in de sessie komen. Hoe zit het in elkaar? Hoe gaan we het doen? Het is geen openbare sessie, dus je kan er niet zomaar inkomen. Je kan er pas inkomen op het moment dat ik je goedkeur. Keur ik je goed, zit je erin. Keur ik je niet goed, kan je niet in de sessie komen. De sessie zit, ik maak er een private sessie van. Omdat je anders allemaal weer van die gasten hebt die ook de sessie komen. Niet weten dat je aan het streamen bent. En weer lekker aan het knallen. En ik voor wat een aan het ouwe hoeren zijn. Daarom maak ik dus een private sessie. Een privé sessie. En dan gaan we op een gegeven moment heb je vlakbij mijn CEO gebouw. Jullie kennen het gebouw wel. Ik zal er even een foto van laten zien. In deze garage, of in deze parkeergarage,
op de bovenste verdieping gaan we dus de car meeting houden. Er zit ook een party aan verbonden. Je kan alleen maar de sessie joinen als je ook meedoet in de party. De party zal ik beheren. Zit je niet in de party, kun je ook niet meedoen in de sessie. Dat is dus een beetje aan elkaar gekoppeld. Want ik wil wel dat alle mensen die in de party zijn, of iedereen die in de sessie is, dat die ook in de party komt. Omdat je dan met elkaar kan kletsen en een beetje wat kan vertellen, weet ik veel wat. Doe maar iets geks als je het leuk vindt. Nou, ik ben in ieder geval een heel stuk alweer verder gelopen. Ik ben nu op een plek gekomen waar ik nog nooit geweest ben eigenlijk. Dit is eigenlijk wel grappig. Ik ben hier volgens mij nog nooit geweest. Nee, dit komt me helemaal niet bekend voor, joh. Echt grappig. Hier staan allemaal tuinhuisjes staan hier, oh. Als ik rechtdoor loop, kom ik bij de dijk uit en dan weet ik wel weer waar ik geweest ben. Maar dit had ik nog nooit gezien. Hier staan dus allemaal tuinhuisjes staan hier, oh. Wel grappig. Dat had ik nog nooit gezien. Nou, en ik woon hier al vanaf 1990 woon ik hier al. En dit is de eerste keer dat ik hier loop en dat ik hier die tuinhuizen zie. Dus kan je nagaan. Spijkenissen verbaas je toch wel weer op de een of andere manier. Dus dat is wel leuk. Een stukje wat ik nog nooit gezien had. Het is wel grappig. Nou, gisteren had het lekker geonweerd en gehageld. Ja, ik heb al gehoord dat er een heleboel mensen problemen hadden met de hagel. Nou, ik heb eigenlijk meer problemen gehad met de enorme knallen van het onweer dan van de hagel. De hagel heb ik niet zoveel last gehad, maar ja, ik zit natuurlijk aan de voorkant en aan de achterkant zit ik onder een afdakje, dus dat is wel lekker. Dus ik heb niet zoveel last. We zitten al bijna bij Hekelingen, joh. We kunnen nog even een klein stukje rechtdoor lopen en dan lopen we gewoon Hekelingen even in voor de grap. Dat is wel leuk. Ik heb een Hekelingen heb ik nog nooit gevlogd. Dus ik ben ook zo snel afgeleid. Maar dat maakt niet uit. Maar ik heb dus een beetje slecht geslapen. Ik was eigenlijk op de bank in slaap gevallen. En toen ik wakker werd, of ik werd eigenlijk wakker van de onweersknallen, werd ik wakker. En dan ben ik nog een tijdje wakker geweest. Ben ik uiteindelijk gaan slapen. Toen werd ik wakker. Toen dacht ik van nou, ik ben nou precies op tijd met om weer naar mijn werk te gaan. Want ik moest natuurlijk vandaag weer werken. En toen ging ik met mijn suffe kop de woonkamer in. En toen bleek dat ik een uur te vroeg was. En dat het nog maar 5 uur was. Ik denk nou, dan ging ik nog een uurtje terug. Maar ja, je voelt hem al bijna hangen. Toen ik daarna weer ging slapen, had ik me bijna weer verslapen. Want ik werd pas om 6:15 wakker. En ik moet om 7 uur moet de deur alweer uit. Dus, maar ik was nog wel netjes ruim op tijd. Nou, hier heb je, als het goed is dit Hekelingen. Voetbalvereniging Hekelingen. Nou, en dit is de dijk. En als je hier loopt, kom je dus in Hekelingen uit. Daar zo is er echt van die oude boerderijtjes allemaal. Dus dat is wel leuk. Ik was kind wat aardig wat gespeeld en zo. En ik loop nu midden op de dijk. Dus ik zal wel weer even gek aangekeken worden. Hey, loop even met mijn camera. Bommelt die nou weer? Maar daar heb ik gewoon lekker schijt aan. Dus vandaar. Nou, ik vond het toch nog even leuk om even, toch nog even met het mooie weer even lekker buiten nog even een wandelingetje te maken. Ik ben natuurlijk de hele dag buiten, want ik werk buiten. En om nou weer nu al om 7 uur of zo de livestream aan te knallen, vind ik een beetje vroeg. Dus ik denk ik ga eerst nog even lekker een buitenwandelingetje maken en even wat leuks opnemen.
En in ieder geval een beetje een aankondiging van aanstaande zaterdag als de car meeting op GTA 5 er is. Ben je niet uitgenodigd, dan kan je niet meedoen. Maar dat maakt niet zoveel gek veel uit. Want ik zou zeggen, jongens, je kan gewoon lekker kijken. Vanaf 12 uur ga ik de livestream, want ik ga natuurlijk alles livestreamen. Dus je kan op de livestream kan je gewoon ook meekijken. Dus kan je niet meedoen, geen probleem. Kijk gewoon mijn livestream. En dan komt alles wel dik en dik in orde, zou ik zeggen. Ja toch, niet dan. Nou, hier Wekelingen. Oud dorpie. Dus, ja, ik ben helemaal uit buiten adem gelijk. En zijn oud dorpje vroeger was het apart. Tegenwoordig hoort het bij de gemeente Spijkenisse, of nou ja, Nissewaard. Maar het is van Spijkenisse, het is een onderdeel van Spijkenisse. Vroeger was het een apart dorpje. En dan gaan we nou even lekker doorheen wandelen. Dan loop ik zo dadelijk via de busbaan, ga ik lekker weer teruglopen. Ik heb toch mijn wandelingetje wel weer gehad. Ik vind het toch wel lekker. En ik heb eigenlijk van het weekend was het al eigenlijk heerlijk weer eigenlijk. Ja, eigenlijk zonde dat ik toen niet naar buiten gegaan ben. Daar heb ik eigenlijk wel een beetje spijt van. Dat ik niet naar buiten ben gegaan toen het zo lekker weer was van het weekend. Maar ja, ik kan niet alles hebben. Ik heb ook even lekker uitgerust en zo. Dat had ik ook nodig. Dus wat dat betreft. Oh, dan hebben ze hier weer een nieuw gebouw gemaakt. Dat heb ik nog nooit gezien, deze. Die staat er nog niet zo lang. Of in ieder geval, nog niet zo erg lang sinds de laatste keer dat ik hier was. Hier stond vroeger een winkeltje of zo. Of is dat een stukje verderop? Nou ja, in ieder geval heb ik hier een winkel gestaan. En we lopen nou door Wekelingen heen. Gezellig. Oh, dit is zo fantastisch hier. Dan kunnen we ook nog eens een keer een Spijkenisse vlucht opnemen. Dus vandaag, nou het was, het is weer een enorme klerenherrie. Mijn buurman heb ook de zomer weer in zijn hasses, want hij zit weer lekker muziek te maken. En afgelopen week is een week die hele familie weer op de vloer geweest, waardoor het weer een grote puinbende was, qua herrie, overlast en zo. Dus, toen ik even de woningstichting eventjes gepakt, hoe heet dat? De woningstichting had ik even geraadpleegd, of in ieder geval doorgegeven. En ik heb de woonbron, heb ik eventjes mooi medegedeeld wat ik ervan vond. En dat ik de woonbron gewoon één grote maffiabende vind, die totaal geen respect heeft voor medebewoners en alleen maar hun eigen zin doet en het liefst zo min mogelijk omdat ze anders te moe worden. Ik heb de hele tijd erover na zitten denken en toen elke keer gedacht van nou, ik maak er geen vlog over, maar ik ben het zo beu dat er die klote hufters helemaal er niks aan doen. De batterij is ook bijna leeg. Ik wou het dus al een hele tijd niet in een vlog zeggen, maar ik ben het gewoon zo zat dat ik van het kastje naar de muur gestuurd word door die huftige maatschappij. En daarom doe ik dat. Nou, ik zie dat mijn batterij bijna op is. En ik heb geen reservebatterij bij me, dus nou, of ik loop nog het hele stuk terug. Of over enkele minuten scheidt mijn batterij ermee uit en ben ik heel snel thuis, omdat ik dan heel snel weer terug naar huis loop. Maar in ieder geval, dit was even alle informatie die ik wou geven. En in ieder geval, hou dus aanstaande zaterdag in de gaten bij de livestream van de car meeting die we gaan doen. Nou, dit is Wekelingen trouwens. Echt een dorpje. Het dorpje in Wekelingen. Tadadam. Zo ziet het er een beetje uit.
echt heel ouderwets, allemaal van die ouderwetse huisjes allemaal. Dat is echt een dorpje. Dit is trouwens ook nieuw. Oh, hier is een Pinkster gemeente. Is dat nou allemaal weer? Zo, dan gaan we hier de hoek om. Hotshady. Hoppakee. Dan gaan we hier de gemeente, hier gaan we de hoek om en dan volg ik gewoon de busbaan. En dan loop ik weer lekker terug richting huis. Jezus vindt jou leuk. Oh, nou. Kijk jongens. Even speciaal voor Kevin, dat hij dat even weet. Kevin, abnormaal. Jezus vindt jou leuk, hè? Dat je dat even weet. Ja, heb je dat? Ja. Ja, heb je dat? Ja, oké. Okay. Dus, ik denk, ja, ik ga toch eens even lekker wandelen. Klavertje 4, eterij. Schijnt ontzettend duur te wezen trouwens. Maar, het is voor mij wel gezellig. Ik ben er voor één keer binnen geweest. Het was wel ontzettend gezellig, vond ik het daar zo. Nou, dit is de oude busbaan. Hier reed vroeger de 105 naar Rozenburg. Maar die wordt al jaren niet meer gebruikt. En je loopt helemaal rechtdoor richting Waterland. Dus dat is, die ligt er al de hele tijd, maar die is al, wordt al jaren niet meer gebruikt. Nou, in ieder geval heb ik in ieder geval de dingen verteld wat ik wou gaan doen. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik zou zeggen, volg het kanaal, blijf het kanaal volgen voor leuke video's en livestreams. En binnenkort natuurlijk, dus volgende week of over 2 weken, Slagharen. En ja, ik zou zeggen, doe een duimpje de lucht in voor deze video. En als je nog niet geabonneerd bent, abonneer natuurlijk op It's Ultracks. Nou, ik moet even zo. Ik sta wel heel erg dichtbij zo. Ja, zo sta ik een stuk beter, hè. Dus ja, ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik ga dadelijk even nog even livestreamen. Ik weet nog niet of dat ik deze voor de livestream doe of na de livestream. Dan moet ik nog even kijken wat ik ga doen. Maar ik bedank jullie in ieder geval allemaal voor het kijken. En ik spreek jullie in ieder geval bij livestreams van GTA 5. Die ik natuurlijk weer ga opnemen. Ondanks dat ik gisteren een beetje een kutavond had. En ik kwaad het spel uitgezet had. Maar ik blijf GTA natuurlijk trouw. Want ik vind het een geweldig spel. Dat wel. Nou, iedereen bedankt voor deze kant. Jongens, de groetjes. En ik zie jullie allemaal weer. En jullie weten het allemaal. Skabedi, skabedoe. Skabedoe.